In dit superkorte filmpje leg ik jullie uit wat de scheiding der machten is. Om dat goed te kunnen begrijpen, moet je eerst weten hoe dat de 17e eeuw eruit zag. De 17e eeuw is de eeuw van het koninklijk absolutisme. Wat bedoelen we daar nu mee? Wel, de koningen die hier in Europa aan de macht waren, die bepaalden alles zelf. Zij hadden alle macht in handen. Een goed voorbeeld is de Franse koning Lodewijk XIV, die had alle macht in handen, de hele Franse samenleving draaide rond hem en daarom was zijn bijnaam ook zeer terecht de Zonnekoning. Hij en hij alleen stond in het midden en was de stralende ster van de Franse politieke wereld. Vooral in de 18e eeuw groeit er steeds meer kritiek op dat absolutisme waarbij de koningen alles zelf beslissen. Vooral deze meneer die hier zit, die heet Charles Montesquieu, en hij zal een theorie naar voren brengen om die macht van de koning te breken. Wat wil hij dus niet meer? Dat er iets bestaat als de macht die volledig ligt bij de koning. Wat wil hij dan wel? Eigenlijk gaat hij de macht in stukjes knippen. En er zijn drie verschillende stukjes. Eerst en vooral heb je de wetgevende macht. Dat is het stukje van de macht dat zich bezighoudt met het maken van wetten. Het tweede stukje van de macht is de uitvoerende macht. Die moet ervoor zorgen dat de wetten die gemaakt zijn, uiteindelijk ook in uitvoering komen. Dat die uiteindelijk ook in de samenleving terechtkomen. Het derde stukje van de macht is de rechterlijke macht. De rechterlijke macht moet erop toekijken dat die wetten die eerst gemaakt zijn en daarna ten uitvoering zijn gebracht, ook door de mensen worden nageleefd. En als dat niet het geval is, wel, dan mag deze ingrijpen en die mensen straffen. Wat is er nu zo fundamenteel aan dat systeem van Montesquieu? En hier komt het woord scheiding der machten naar voren. Is dat die drie verschillende stukjes niet bij dezelfde persoon mogen liggen. Hij zegt, één iemand of één groepje mensen moet zich bezighouden met het maken van wetten. Eén iemand of één groepje mensen moet zich bezighouden met het uitvoeren van de wetten en één groepje mensen moet zich bezighouden met het controleren van die wetten en is dus de rechterlijke macht. Zowat elk modern democratisch land heeft dat systeem van de scheiding der machten. Ook België. In België is het zo, de wetgevende macht, wie is dat? Dat is het parlement, dus de mensen die in het parlement zitten, die stemmen de wetten. Dan is het aan de koning en zijn ministers, denk aan Charles Michel, Maggie de Blok, Jan Jambon. Zij moeten ervoor zorgen dat die wetten die in het parlement gestemd worden, dat die uiteindelijk ook terecht worden gebracht in de praktijk. Dat zij dus echt in de samenleving terechtkomen. En ten derde, de rechterlijke macht, dat zijn de rechtbanken hier in België. Als mensen de regels niet volgen, dan moeten zij uiteraard bestraft worden. Dit is de scheiding der machten in praktijk. Want je ziet, dat zijn drie verschillende dingen. Parlementsleden stemmen de wetten, koning en zijn ministers brengen ze ten uitvoering en de rechters in ons land zorgen voor de controle op die wetten.